komen nog wel wat herinneringen op bij een aantal van mijn collega's. Die niet heel gepast zijn. Maar dat zorgt wel voor hilarische momenten. Dionne staat achter de camera. Ik wilde iets over haar vertellen. Zij speelt Desdemona, maar aangezien ze erbij staat, dan kan ik het niet vertellen. Makkelijk weg. Sure. Het komt weer door mij. Bedankt. Nou, Kenneth heeft in de loop van zijn jaren, en dat is ongeveer 40 jaar carrière dat hij nu ondertussen heeft gemaakt, heeft hij een hoop meegemaakt tijdens repetitieperiodes. En omdat wij hier zo met z'n allen bezig zijn en af en toe komen dingen naar boven, dan vertelt hij nogal wat hij met andere medeacteurs heeft uitgespookt. Soms vertel ik verhalen. Die gaan heel ver. Dan zie je mijn collega's, vooral die jonge collega's. Dionne, die Desdemona speelt. En Jabiel, die Rodrigo en Ludovico speelt. Dan zie je echt, ze zijn zwart net als ik. Maar je ziet dat ze rode oortjes krijgen. Dit blijft allemaal binnen de kamer waar wij repeteren. Daar blijven al die verhalen. Ja, dat was mijn anekdote. Oké, gedraag je kinderen, geen.